Het is vandaag de dag van de mantelzorg. Het is altijd op 10 november. En zo'n 650 mantelzorgers in Weert worden verrast met een mantelzorgattentie, een plantje en een tasje. En daar zitten de cadeaubonnen in voor mantelzorgers. Iedere mantelzorger krijgt ook een cadeaubon. Die kan die besteden bij 9 Weerter ondernemers. De jonge mantelzorgers krijgen een leuke beker met de popcorn in. Ja, die moeten ze nog even zelf in een pan op laten ploppen. En er zit een bioscoopbon in van de Gotcha. Ja, mooie dag. Leuk om mensen blij te maken. Ze zijn altijd heel blij verrast. En ja, ze zijn echt super, super blij als, ja, dat ze gewaardeerd worden voor het werk wat ze doen. U was aan het kijken welke adressen u vandaag gaat bezoeken? Ja, inderdaad. En ik heb de adressen allemaal herkend en ik weet daar ook de weg overal. Ja. Hoeveel heeft u er op de route staan? 14 mensen, dus ja, ik heb er zin in. 14 plantjes. Ik ben zelf mantelzorger, dus ik weet wat het is. En dat is gewoon fijn om mensen die steun nodig hebben, mensen die het alleen zelf niet meer redden, om die echt te kunnen helpen en die net dat stukje extra te kunnen geven waardoor ze gewoon goed kunnen functioneren in de maatschappij, want daar draait het toch om. Anders raken die mensen helemaal achterop en dat is niet de bedoeling. Hoe komt het dat u zich aangemeld heeft voor deze dag? Omdat mijn vrouw vrijwilligerswerk doet voor Punt Welzijn, dus mantelzorg. Dus, en ik help haar vandaag met rondbrengen. Dus, Kijk, traag, alles is goed. Dit staat netjes terug. Het is een mooie dag, denk ik, want er worden toch veel mensen in het zonnetje gezet. En vandaar kan het toch niet meer stuk, of wel? Nee. Ja, ik krijg alleen maar blije gezichten te zien. Dus, Het is voor mij de allereerste keer dat ik dit vandaag doe. Het lijkt me hartstikke leuk gewoon. Ik denk ook dat die mensen echt in het zonnetje gezet moeten worden die dit doen. Want dat is met geen goud te betalen wat de mensen doen. Ja. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Tot ziens. Hoi, hè.